Arjan, ja, je staat hier met een stralende glimlach. Hè? Ja, nou ja, als je na meer dan een jaar weer mag voetballen en Jonah Boys uit, wat toch als een lastige wedstrijd wordt gezien, je met 0-1 kan winnen. En je maakt. En de winnende goal maakt. Ja, dan is er niemand gelukkiger dan ik, denk vandaag. Even terugblik op jouw wedstrijd. Heb je een heerlijke wedstrijd gespeeld? Nou, nee, dat vind ik niet. Maar dat de muur om. Nou, het begint natuurlijk fantastisch in de 7e minuut, denk ik. Speel Luc in. Die doet ook wel wat goeds mee, zeg maar. Die geeft wel echt een goede bal. Je zegt net of dat hij niet altijd wat goeds mee doet. Nee, maar ik bedoel meer van dat weet je van hem. Maar ik dacht zelf dat hij hem in één keer zou geven. Ja, hij wacht een fractie eigenlijk fantastisch en hij steekt hem binnendoor en daardoor was het nog makkelijker voor mij. En dan maak je hem en daarna heb ik twee gigantisch slechte ballen eigenlijk in de counter die ik uitspeel en eentje in de voeten. Dat wat eigenlijk wel onze kracht is, dat we als we eruit komen dat we het heel gevaarlijk zijn. En daarna heb ik American voetbal gespeeld een beetje ballen weggeschoten en gerend en gejaagd. Maar voor mijn gevoel niet meer echt in het spel gekomen waar ik goed in ben, zeg maar. Of waar wij als team heel goed in zijn. We hebben gewoon heel erg gestreden met z'n allen en dat beloont ook. Ik had het idee op een gegeven moment als je op middenveld loopt dat je misschien wel een stijve nek had van de ballen die over en weer gingen. Ja, nou ja, op een gegeven moment, weet je, je roept het wel heel vaak van jongens voetballen dit dat, maar je komt er op een gegeven moment. Ja, zij zijn ook gewoon echt heel fysiek. Dat is gewoon, ze hebben er gewoon echt 7 of 8 die gewoon eigenlijk allemaal een kop groter zijn dan wij. Maar ja, wij hebben ook wel echt spelers die daar fantastisch in mee kunnen gaan. En het is momentenvoetbal vandaag. De eerste 10 minuten toen was Jonah Boys ging druk zetten en ik vond de laatste 10 minuten van de eerste helft dat het leek wel of Jonah Boys een beetje erheen zat, hè? Bij hun? Ja. Alsof zij moe waren. Nou ja, toen creëerden ze wel denk ik de 2 grootste kansen van de wedstrijd. Dat wel, maar het tempo ging behoorlijk naar beneden. Ja, nou ja, ik denk dat we de eerste helft nog wel relatief eruit kwamen. Natuurlijk een schot met Luc nog en 2-3-4 keer goed voor de goal kwamen. In de tweede helft eigenlijk, als het goed uitspelen ook nog 2 keer. Want ik had er nog eentje dat als Jesse hem legt, maar ja, dat kan gebeuren. Dat is voetbal. Maar jullie hebben inderdaad, tweede helft heb je ook nog een paar goede kansen heb je nog gehad om de wedstrijd definitief op slot te gooien. Ja, en dat is dan jammer dat dat even net niet gebeurt, hè? Ja, het is gewoon veel lekkerder als je meerdere goals maakt, omdat je dan ook het eind niet zo binnen hoeft. Billen knijpen. Ja, precies. Dat is gewoon heel vervelend voetballen. Maar ja, ik vind wel dat wij echt een fantastisch team hebben als je ziet hoe weinig we eigenlijk weggeven. Op de laatste seconde nadat die bal, ja, er rolt eigenlijk op doel. Maar voor de rest hebben we de tweede helft niks weggegeven. Nee, wat je net tegen Aaron ook. Eigenlijk heb je maar één moeilijke bal gehad. Dat was die op het eind. Nou ja, precies. En dat is lekker dat hij die pakt. Dan zit je met een heel zuur gevoel in de kleedkamer. Maar nu is alles leuk. Even naar de concurrentie kijken. Ja, we weten nu dat er toch een aantal verloren hebben of gelijk gespeeld hebben. Jullie pakken gelijk 3 punten. Nou, vorig jaar is het wel heerlijk, hè? Ja, nou dat sowieso, maar ik moet wel toegeven worden voor de wedstrijd. Ook Jonah Boys ook lastige voorbereiding gehad, weet je, met weinig oefenwedstrijden. En misschien is dat bij hun ook wel zo. Kijk, onze competitie is wel best wel nieuws geweest door ook goede spelers die er naartoe zijn gekomen. Dus die moeten misschien ook nog even warm draaien, we zien het wel. Maar volgende week is weer een fantastisch potje tegen Achillesveen. Normaal wel een van de titelkandidaten, dus we gaan het zien. En dan de week erop Capelle. Mark zei al, na 2 wedstrijden weten waar we staan, maar eigenlijk na 3 wedstrijden. Ja, dan staan we op 1 met 9 punten. Dus,